Kijk, want een pen heb ik al een hele tijd niet meer. Mm. Maar als ik dit zo zie, zo'n boekje waar je iets in kan schrijven met notities. Dat wordt heel interessant. Vertel eens, waarvoor gebruik je? Nee, ik heb dit ding gewoon bij het gemeentemuseum, Mauritshuis Expo, nu tijdelijk in zit te gast, opgedoken. Ja. En ik had zoiets van, ik liep in de museumwinkel rond en ik had zoiets van, ik wil iets kopen wat... gewoon eventjes gewoon een kleinigheidje meenemen hiervan. Ja, ja. En toen heb ik deze meegenomen, want ik had al een poosje geen notitieboek meer in mijn jaszak. En dit past in mijn jaszak. En dit heeft een bepaald voordeel. Deze papiertjes die blijven wat beter als ik ze in zo'n mapje heb. Ja, ja. Er zitten gewoon allemaal post-its in. Dat is echt helemaal te gek. En je hebt ook kleinere varianten die erin zitten. En van die dingetjes. Dus je kan hierbij bijvoorbeeld met kleurtjes kan je correcties maken op een ding wat iemand gemaakt heeft. En die kan je dan... plakken. Maar ik zet ook gewoon vaak gewoon een e-mailadres er even op. Of even de naam van de website. En dan geef ik dat aan mensen mee. Of als mensen tegenkomen op straat. Ik maak gewoon wat aantekeningetjes. Of reminders voor mijzelf. Ja, dit is een poging om een soort van formule te maken. Of bepaalde concepten. Dit is bijvoorbeeld een zwarte kat. Dat is een anarchistisch symbool. Waarover ik aan het praten was met iemand. Ja. En dat we daar een soort van spel mee wilden gaan doen. Nou ja, logo ontwerpjes en dingen. Nou ja, formules. En er zit geen batterij in, hè? Afspraken. Nee, er hoeft geen batterij in. Ik moet wel mijn pen niet pen kwijtraken. Altijd, ja. Maar het zit gewoon in mijn jaszak. En er zit een rits in. Dus gaat dat gewoon goed. Ja. En dit is een beetje regenbeschermd ook. En als hij gewoon leeg is, dan plak ik hier gewoon een andere map post-it, een ander set post-its die ik ergens vandaan haal weer tussen. En dan ga ik weer verder. Heel goed. En weet je trouwens, want dat verhaal ken ik. We hebben het vaak over Haagse geschiedenis. Ja. Weten jullie wie deze vrouw is? Dat is een hele bekende Haagse. Die heeft ook in Haag gewoond. Oh? Vrouw, ja. En wie, dit wie is dat? Mata Hari. Mata Hari? Hoi. Het is door Mata Hari. Nou goed, dat is leuk om te weten. Ja, oké. Okay. Hey, bedankt. Oké, geen probleem. Voldoende interessant.